Bas heeft de hele dag hard gerepeteerd aan een eindmusical. En dus is het tijd voor een welverdiend bord pasta. Kijk eens uit! Echt dom. Een wit shirt dan doen als je spaghetti eet. Sorry. Als het er niet uitgaat, mag je mooi een nieuw wit shirt voor mij kopen. Nou, Mogens heeft ook wel een beetje gelijk. Een wit shirt en rode saus is best wel een slechte combi. Als vriendinnen hoor je elkaar altijd te steunen. En Tijn kon natuurlijk ook alweer niet voor me op. Die is veel te bang voor die Morris. We kunnen anders wel wisselen van plek. Komt er in ieder geval niet nog meer saus op je shirt. Dani. Er zit een beetje saus op je wang. Boeien. Dus even kijken of er nog wat meer is. Jij eet echt snel. Misschien moet je net zo gaan eten als Dani. Dan word je misschien ook zijn echte gast. Noem je Dani nou een gast? Nou, ze is in ieder geval een stuk stoerder dan Rens. Dani is wel stoer, maar ze is ook heel erg lief. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet tegen de jongens zeggen. Al helemaal niet met Liv erbij. Als je verkering zou hebben met Dani en ze is boos op je, dan slaat ze je denk ik knock-out. Vet grappig. Heb ik iets gemist? Nee, niks. Dit is groep 8 van de 7 Sprong uit Scherpenzeel. De klas gaat op musicalkamp om een eindmusical in te studeren en krijgt daarbij hulp van de professionals uit het musicalvak. Dit is de eindmusical. Dani, waar ben je? Daan. Oh, je bent er al. Ja, je hoeft niet zo te schrikken hoor. Of ben je ook soms bang dat ik je nog uit ga slaan? Sorry nog daarvoor. Echt niet dat ik verwacht dat een jongen voor mij opkomt. Ik kom wel voor mezelf op als dat nodig is. Het enige dat ik wil horen zeggen tegen Liv, het is uit. Best simpel, toch? Ja, maar dat probeer ik ook. Maar heet het als ik het zeg, dan verandert ze of van onderwerp of loopt ze heel snel weg. Het lijkt alsof ze het al weet. Het lijkt meer alsof jij het niet wil uitmaken. Ik bedoel, loop gewoon naar haar toe en zeg dat het uit is. Dat is toch hard om meteen zo tegen haar te zeggen? Het is sowieso hard om het uit te maken. Maar je kunt het beter zo snel mogelijk doen. Net zoals een pijn zegt, gewoon... Misschien. Maar je weet toch dat ik het uit wil maken? Omdat ik jou de leukste vind. Nou, ik ga echt niet lang op je wachten. Als het morgenmiddag nog niet uit is, is het in ieder geval tussen ons wel uit. Dani is veel leuker dan Liv. Maar soms twijfel ik, vooral als ze zo stoer doet. Misschien heeft Morris wel gelijk en is het te jongensachtig. Hoe zou jij het dan vinden als ik nog een vriendje had waar ik het niet mee uitmaakte? Ja, stom. Morgenochtend maak ik het uit. Beloofd. Deze keer echt. Als een pleister. Ratsch. Met Liv gaat het alleen maar over Liv. Met Dani niet. Met haar kan ik echt lachen. You could turn my sorrow into sorrow. Hey Rens, waarom staat dat domme middeleeuwse spel op tafel als je ook met je computer bezig bent? Op een Egmond is het echter. Ik dacht dat nerds alleen maar met de computer bezig waren. Mag ik, hè? Ja. Linkertoren vakje naar rechts. Kun je ook schaken? Ja, best wel. Ik dacht dat iedereen het hier stom vond om te schaken. Ik vind het ook stom, maar kan het wel? Ja, echt stom. Joshua is de eerste die wat normaal zegt tegen me. Of normaal, Joshua is eigenlijk best wel anders. Wil je kunstenaar worden? Nee, acteur. Maar als je acteur wil worden, is het wel handig om heel veel andere dingen te kunnen. Oh, wil je vast een hoofdrol in een musical? Ja, maar dat gaat me ook wel lukken, hoor. Hoe weet je dat zo zeker? Ik weet alles. Ook dat jij je niks moet aantrekken van die andere gasten. Ze kunnen het gewoon niet hebben dat jij niet zo'n zombie bent zoals zij. Zombie? Joshua en zijn ouders zijn een soort van kunstenaars en doen alles anders. Net als Joshua zelf. Of ik daar nou vrienden mee wil zijn? So when the night feels like forever, Tijn is wakker geworden en hij weet dat hij zijn belofte aan Dani na moet komen. Hij moet het nu echt gaan uitmaken met Liv. Maar dat
is makkelijker gezegd dan gedaan. We waren gewoon allebei niet wakker te krijgen. Lekker dan, we zouden toch zo lang mogelijk wakker blijven. Ja, sorry, maar ik heb wel lekker geslapen. Bo, ja. Is Liv nog in de slaapkamer? Oh, jij is laatste. Ik denk dat ze wil dat haar prins haar wakker kust. Het is uit. Het is uit. Het is uit. Ik bedoel, ja, het is al echt uit. Wat is dit voor een rotstreek? Heb je iemand anders? Nee, natuurlijk niet. Ik ga ervoor zorgen dat jij je deze week net zo rot voelt als ik me nu voel. En weet je hoe rot ik mij nu voel? Nee. Ik had echt nooit verwacht dat Tijn me dit zou flikken. Ik wil helemaal niet dat het uit is. Liv was echt heel erg boos. Ik denk dat ze Dani wat aandoet als ze hoort dat wij wat hebben. Heb jij toevallig gewoon een keertje je vriendinnetje gehad? Ja, zo? Nee, gewoon een vraagje. Nu even niet. Ik moet jullie iets vertellen. Dijn heeft het uitgemaakt. Wat? Maar dat had ik toch eigenlijk al gedaan in ja. De DM? Maar nu in het echt, dus ik kon niet meer doen alsof ik het niet wist. Ik heb gezegd dat ik wraak ga nemen. Hoe dan? Dat is de grap, dat ga ik niet. Ik ga hem dat laten denken, zodat hij de rest van het kamp zo zenuwachtig is dat hij er niks meer aan vindt. Ik wil echt niet dat Noelle en Amelie denken dat ik het super erg vind. Dan is het pas echt een afgang dat het uit is. Een nieuwe dag betekent ook nieuwe repetities met Maurice en Carlien. Vandaag gaat de klas aan de slag met een spelscène uit de eindmusical Prince Charming. Heel goed. We gaan de grote scène doen waarin Lily en Fleur naar de hotelkamer van prinses Stephanie gaan, waar die mooie jurk hangt en Fleur gaat hem passen. Wie is wie? Bo, wil jij Lily zijn? Liv, jij is prinses Stephanie. En Marit, wil jij Fleur spelen? Lily is een grotere rol dan Stephanie. Die kan echt niet naar Bo gaan. En dan is er nog Koen, de gay best friend van prinses Stephanie. Ik ga echt een homo spelen. Morris, wil jij die rol op je nemen? Sorry meneer, ik kan echt niet. Mijn stem doet heel raar van haar. Oh, dan doe ik het wel hoor. Oh, geen probleem. Heel goed. Dat ook. Bo en Marit, kom maar. Jullie zijn dus het hotel binnengesneakt en zijn daar als kamermeisje aan het werk. In de hoop om de prins te ontmoeten. Maar in hetzelfde hotel logeren prinses Stephanie en Koen. Ja, hij kon er maar bij, heel goed. En die zijn daar voor het grote galabal. En voor dat bal heb jij een prachtige jurk laten maken. Die hangt klaar in de badkamer. En jij denkt, ja, oh, ik wil die jurk een keer aan. Dus je kunt je niet bedwingen, je gaat hem gewoon passen. En je voelt hem al. Net op dat moment komen Koen en Stephanie binnen. Ja? Oké, jongens. Dan moet je je voorstellen, dit is die prachtige hotelkamer. En het is een grote ruimte, dus ik heb nog een beetje een badkamer nodig. Dat kunnen we zelf doen. Kom op, laten we een badkamer maken. Hier een muur en hier een muur. En zorg dat er een gat is, dat is voor de deur. En dan heb ik hier nog een wandje nodig. Nova, doe ook even mee. Ja, heel goed. Super, jongens. Deur. Jullie gaan hem zijn aan het schoonmaken. Kijk eens wat er achter je hangt. Puur toeval. Ga je gang. En de muur is echt doodstil, hè, jongens. Ze hebben lol, de mooiste kamer ever. Kom maar, jongens. Huh? Ze zouden hier toch die jurk op hangen? Ja, kijk om je heen. Waar is die? Weet je zeker dat die is afgeleverd? 100%. Ze hebben een appje gestuurd. Wel het goede kamernummer? Ja, kamer 888. Een uur geleden. Hé, hey, heb jij hier ergens een jurk gezien? Een jurk? Bedoelt u een lange jurk, een korte jurk of een soepjurk? Misschien wel in de badkamer. Ja, nee, niet in de badkamer. Ik heb de badkamer nog niet gedaan en er zitten enorm remsporen. Wow, heel onsmakelijk. Je kan me wat. Ik wil die jurk niet zien. Doen, alsjeblieft. Krijg nou wat. Wie mag jij zijn? Hier is de jurk voor Hare Koninklijke Hoogheid. En als extra service van ons atelier leveren wij de jurk af. Heel goed. Met mannequin. Catwalk. Daar is over nagedacht. Beeldschoon. Homo! Hey, jeetje. Echt kinderachtig. Ja, sorry, ik vind het gewoon raar dat twee van de hoofdrollen homo zijn. Wat is er nou raar aan een homorol? Als je acteur wil worden, moet je alles kunnen spelen. Ja, ik wil ook geen acteur worden en dus ook helemaal geen homo. Morris doet stoer,
Maar hij is vooral heel erg dom, anders blijf je ook niet zitten op de lagere school. Maar wacht eens even. Vinden jullie het allemaal raar dat iemand homo is? Nee. Er is niks vreemds aan homo zijn, hè? Het is ook geen keuze. Je wordt nou eenmaal zo geboren. Nou, ik had gewoon niet verwacht dat het nog zo'n gedoe zou geven, weet je? Dat twee van de hoofdrollen homo zijn. Nou, maar daarom is het wel goed dat het erin zit. Het moet bespreekbaar zijn. Ja. Ik denk gewoon dat je alleen homo kan spelen als je ook echt homo bent. Nou, dat vind ik dan weer raar, want dan zou je dus ook geen prins kunnen spelen. Of een volwassen man, want dat ben je ook niet. Of badkamerdeur. Nou, oké, jongens. Wie wil er nog meer Lily spelen? Het lijkt toch op alsof Noëlle en Amélie ook de hoofdrol willen. Dat ze het mij helemaal niet gunnen. Zijn het dan wel echte vriendinnen? I can work you out. Are you thinking about something better? Holding on to you. While you drag me through stormy weather. Waarom moest het nou zo sneaky? Ik hoorde Liv zeggen dat je het uit hebt gemaakt. Ik heb haar niet verteld over jou. Oh. Ja, ze was heel erg boos. Ze wil echt de rest van mijn hele kamp verpesten. Oeh, eng. Als Liv boos is, wil je echt niet dat haar in de buurt zijn? Ik kan er echt wel aan, hoor. Weet ik, maar het is gewoon beter dat we het gewoon even geheim houden. Van ons. Ik bedoel, straks neemt ze wraak op jou. Dan voel ik me vet schuldig. Wat wil ze doen dan? Ja, weet ik niet, maar laat het gewoon afspreken dat we gewoon geheim houden totdat het kamp is afgelopen. Ik ben wel een beetje klaar met het stiekem gedoe. Alsjeblieft. Elke ochtend word ik wakker. Wil je repeteren? Ja hoor. Oké, ik wou eigenlijk een scène doen tussen prins Julian en Lily, maar ik zoek er wel eentje tussen twee meisjes. Waarom vraag je Tijn niet als prins? Echt niet, het is uit. Ik haat hem. Wie maakt het nou uit op een kamp? Ja, dat is wel stom. Precies, en daarom ga ik wraak nemen. Goed ook. Misschien is het inderdaad beter om mijn verkering met Tijn geheim te houden. Niet dat ik bang ben voor Liv, hoor. Ik wil wel prins Julian spelen, hoor. Vind je het niet stom om een man te spelen? Wat is daar nou stom aan? Hallo, ik ben prins Julian. Je hoeft echt niet zo mannelijk, hoor. Prins Julian is homo. Nou, en dan kan hij alsnog toch wel heel mannelijk zijn. Het zijn nou dom te kijken. Ga gewoon weg. Hij mag hier toch ook zijn? De kamer is van iedereen. Weet je, ik ga wel. Laat maar, ik ga wel. Tijn heeft stiekem met Dani afgesproken om de situatie met Liv te bespreken. Liv is echt pist op je. Ik denk dat ze voelt dat je niet eerlijk tegen haar bent en dat dat juist haar kwaad maakt. Hoe kan ze dat nou weer voelen? Nou, voel jij het dan niet als iemand tegen je liegt? Het is toch ook gewoon leuk als we in het geheim al spreken? Spannend. Ik zou het leuker vinden om gewoon verkering te hebben. Ik heb eigenlijk nog nooit echt verkering gehad. En nu nog steeds niet, want alleen jij en ik weten het. We kunnen het na het kamp vertellen. Na het kamp gaat Tijn natuurlijk zeggen dat we het beter na de musical kunnen zeggen. Maar ja, dan hebben we vakantie en dan kunnen we het tegen niemand meer zeggen. Ik zou het liever eigenlijk op kamp willen doen. Ik hou namelijk echt niet van geheimen. Maar je weet toch hoe Liv is? Nou, als je zo bang voor Liv bent, had je niet met mij moeten nemen. De volgende keer in de eindmusical. Misschien gaan ze er vandaag zo over vertellen. Waarover? De rolverdeling. Ja. Gaat-ie. We're rocking the world, let's sing together, whatever we'll fall. Wat helpen even. Make it better. Vooral kinderen die thuis als een prinsesje worden behandeld. Die zijn gewend dat thuis alles om hen draait. Dan is zo'n kamp wel heel moeilijk. Wat nou prinsesje? Ik denk dat ik gelijk heb. Waarom zou ze zich anders zo aangevallen voelen? Rotwijf.